Yes. Dat was een goeie. Dat was een goeie oei. Die kan ik waarderen. Zeker, hè? Ja, man. Ja. Dat is, dat moet met trots. Oei. Het is je boy QC. En het is Marijn Kuipers. Ja, dat is, ja, dat is helemaal. Wel een beetje jammer. Ja. Dat is wel jammer. Ja. We zijn er weer met een nieuwe video. Ja, was het. En wij gaan vandaag, jij in ieder geval, jij gaat vandaag daten of niet daten. Oh. Ja, we gaan daten of geen daten. Ik ben heel benieuwd. Ik heb niet eigenlijk echt een naam, dus het hoeft niet echt veel te gebeuren. Het is gewoon, ga je daten of niet daten. Ja, ben je lastig met daten? Ja, dus wel. Niet iedereen krijgt zomaar op een date. Nee, ik vind veel mensen leuk, maar ja, een date is toch een, wel een even daten, wat anders. Een date, dan is even die special cake. Ja, ja. Die special cake. Yes. Special, ja toch? Yes. Oké, okay, date of geen date. Ben je klaar voor de eerste? Ja. De eerste is, oeh, onze Roy. Royalistic. Ja, oh, mijn Roytje. Ik was gisteren nog met Roy. Was je gisteren nog? Ja? Op date? Nee, niet op date. Oh, heeft hij jou een focusdrinkje aangeboden? Oh, ik loop er alleen met de Lurica focusdrink. Ja. Ik schrok gewoon voor. Ik schrok gewoon voor de helft. Hey, ik wist niet waar. Oké, okay. Ja, aan de focus ding. Ja, oké, ja. Ja, oké. Okay, okay. Ja. Ik begrijp het, ik begrijp het. Ik kan met Roy zo hard lachen. Ja, ja. Ik blijf alleen maar kletsen. Het is zo'n leuke jongen. Dus ik denk dat mijn moeder dit als schoonzoon hartstikke leuk zou vinden. Ja, ik denk dat Roy wel de perfecte schoonzoon is. Denk ik ook. Ja. Alleen, ik val niet echt op blond. Je valt niet op blond? Nee. Maar ik kan zijn haar verven. Maar echt gewoon als date met poot. Potentiële pogingen naar een relatie. Naar een relatie. Dan moet ik Roy afslaan. Het is wel friends, maar ik denk dat hij mij ook wil. Ja? Jullie zijn gewoon cool met elkaar. Jullie zijn echt. Vind jij dat vrouwen en mannen bevriend met elkaar kunnen zijn? Op zich wel. Ja, toch? Ja, toch? Ja, op zich wel. We zijn ook vrienden, toch? Ja. 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 Hey. 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 Ja, toch? Ja. Dat moet kunnen. Roy, nee, dit is een schatje, maar... Geen patatje. Schatje of patatje, dat is... Dat is ja, alsof ik hem zou snacken. Ja, maar hoe ging het? Rustig, Marijn, rustig. Ja, ik word nu al wild. Rustig, we zijn niet bij de snackbar. Maar goed, oeh! Hey. Het zijn hete spelen hoor, Frank Slotta. Ja, Charmes. Oeh, laatst was ik op een feestje, was hij ook. En ik ken hem een beetje via Stefan, maar zo'n leuk gast. Ja, hij viel ook gelijk op het feestje. Hij is lang, ja. Dus val je wel op. Maar niet per se van, oeh, smooth papi, ik zie daar wel een date mee. Nee? Ik ben kieskeurig. Je bent echt kieskeurig. Ik swipe ook echt niet. Als ik op een datingsapp zou zitten, zou ik echt niet veel swipen. Nee, heb je ooit gezeten op Tinder? Ik zit op Raya. Wat is Raya? Raya, dat is een datingsapp, daar moet je toegelaten worden. Dat is verschrikkelijk. Of je moet heel veel geld hebben, of veel volgers, of heel knap. Oh, dan kan ik er wel op, joh. Jij kan er op, je noemt maar drie punten. Ja, je hebt ze alle drie, hè? Ja, je hebt ze alle drie. Maar luister, je betaalt wel 18 euro in de maand. Ja, ben je gek. Ja. Dat is duur. Ja. Maar Frank Slotta, die gaat op Slotta. Ja, nee, ik zou Frank niet swipen, maar ik vind Frank echt zo'n aardige spontane gast. Ja, toch? Leuk karakter. Leuk karakter, maar het is ook niet mijn type. Niet jouw type? Nee. Dat kan. Ik had het wel geweten als ik vrouw was. Ja? Frank. Dankie. Ja? Oeh, de volgende. Alex Klein. Ken je Alex Klein? Nee. Nee. Wat doet hij? YouTube. Ja? Hij doet YouTube. Oh? Hij maakt YouTube content. Oh, wat heel leuk. Goed in het ding wat hij doet. Heel veel kijkers. Oh? En, game of gewoon content, leuke filmpjes? Nee, lekker content, filmpjes. Een beetje games. Ja, wel games. Hij heeft een hele goede vriend, meneer Kippy. Ja. Ja, echt. Ik zweer. Wat zeg je? Dat klinkt als jij zo raar, nee, als, nee. Hoor wat jij, als jij met, goeie vriend, meneer Kippie. Als jij een date zou doen met Alex Klein, is er een grote kans dat meneer Kippie komt joinen. Wie is meneer Kippie? Ja, dat is meneer Kippie. Wat is dit? Dit klinkt zo raar. Nee, ja, meneer Kippie. Dat is gewoon, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het is gewoon Alex Klein. Oké, Alex Klein. Alex Klein, wat vind je van zijn uiterlijk? Laten we daarover beginnen. Ik hou van bruine ogen. Ja? Dat vind ik mooi. Mooie lach ook. Mooie lach ook. Krulletjes. Jong. Oh, dat merk je totaal niet aan zijn video's, hè? Meneer Kippie. Dan ga je mij niet meer wijsmaken dat hij niet jong is. Nee, aan zijn video's merk je totaal niet dat hij jong is. Oh, oké, maar nee, ik zou hier niet mee daten. Nee, omdat hij er te jong uitziet. Dat is niet jouw type. Dat is niet mijn... Nee. Dan gaat hij met meneer Kippie in de friendzone dus. Je kent meneer Kippie niet. Nee. Dat is jammer, man. Nee. Meneer Kippie. Dat klinkt zo raar. Dat is net zoals dat ik mevrouw Vissie straks meeneem. Ja. Ja. Ik weet niet of een naam is die je bij je nee, ik denk niet. Ik ook niet. Vooral als vrouw zijn we niet. Godzame. Oh, nee. Wat een gezeik. Oh, jee, meneer Kippie. Ik ga dit straks kijken. Hoe heet hij? Alex Klein. Alex Klein. Ik ga hem even checken thuis. Oh! Oeh. Zo, dat was gelijk een oeh. Ja, oeh. Dat was een... Ja, ik heb hier laatst nog met over iemand gehad, geloof ik. Ja, dat doen jullie dat? Gewoon over mannen, ja. Over mannen? Ja. Dave en Donnie Roelvink hadden we toen eventjes over. En hun waren op het begin ook zo ziek knap. En toen hebben ze een klein dipje gehad. En nu zijn ze beide weer heel knap. Jij vindt zo dat hij... Dat wij daarover hebben. Maar hij ziet er niet normaal goed uit. Ik zou hem zeker doen. Ja? Ja. Donnie? Ja.
Hij valt goed in de smaak bij de vrouwen. Ja, maar hij is ook... Ik heb hem ook bij Special Forces gezien. Ik denk, mentaal vind ik hem heel erg aantrekkelijk ook. Ja? Knappe gast, ja. En houdt van sporten, vind ik ook heel aantrekkelijk. Oeh, Bonnie valt goed in de smaak. Ja, ja, maar bij welke vrouw niet? Ja, is dit wel een, zeg maar, een algemene man die bij elke vrouw in de smaak valt? Ja, ik vind het korte haar niet heel geweldig. Daar niet van, maar nee, zo knap. Knappe man. Ja. Oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Je gaat helemaal glunderen. We hebben eentje. We hebben de eerste binnen. Ja, lekker man. Oh, de volgende. Mijn strijder. Ik ben hoogstpersoonlijk door een goede vriend van mij, Chatmo, gevraagd. Want vorige keer hebben we Beschuitje Muisje gespeeld. Ja. Daar kwam jij ook in voor. Toen heeft Chatmo gevraagd van, hey, gooi me ook in die lijst, man. Ik wil het weten. Dus ik heb gezegd, weet je het zeker? Hij zegt, ja, ik wil het weten. Ik zeg, Chatmo, ik ga het voor je regelen. Dus laat me hem ook even goed voorkomen. Zeg maar, misschien ken je hem nog niet al te goed. Ik heb een keertje even met hem in de auto gezeten. Daar wist ik niks van. Ja. Dat heeft hij mij niet verteld. Nee, echt niet? Nee. Oh. Oké, maar Chatmo. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik val wel op een oude. Oudere mannen. Maar hij wordt nog ouder. Klopt. Dus misschien over 10 jaar. Maar nu zou ik hem niet doen. Nu niet. En die man is ook bezig in de gym, hè? Hij ik geloof... maar mannen worden vaak veel aantrekkelijker wanneer ze net wat ouder worden. Ja, maar vanaf welke leeftijd ongeveer? Ja, dan wel richting de 30. Richting de 30. Ja, daar is hij nog niet. Nee, hoe oud is hij? Hij is 22 als het goed is. 22. Maar leuke gast. En een hele mooie glimlach. Ja? Hij heeft een hele mooie glimlach. Lach. Ja. Oeh, wat Chatmo, man. Mijn hete speler, Chatmo. Mijn hete speler. Nog een paar jaartjes wachten, strijden. Het komt goed. Hé, maar waarom aan een beschuitje met mij eten? Ja. Ja? Oh ja. Nou, dat kunnen we altijd een keertje doen. Maar een date is het nog niet. Een date dat nog over niet. Over 10 jaar. Over 10 jaar, Chatmo, man. Er staat er, bro. En over 10 jaar is die kast, hè. Ja, over 10 jaar is Chatmo kast. Die man is nu bezig in de gym. 10 jaar, Chatmo. We zitten het uit, man. Het komt goed. De volgende. Bilal. Ja, dit is wel, wel een type waar ik op val. Ja? Je valt op de mokko's? Ja, ik hou wel van een mixje. Ja. Ik hou wel van een mixje. Je houdt wel een beetje van pit in de stamppot. Ja. Doe maar wel pit in de stamppot. Ja, lekker een Marokkaans sausje erover. Over de hutspot. Helemaal goed. Sorry, ik heb er niet eens door. Wat erg. Zou ik wel mee op de date willen? Ja. Ik ben benieuwd hoe hij is. Ja, oké. Dus op date met Bilal Wahib. De tweede volgens mij. Met welke kieskeurig. Oh, Frenkie de Jong. Nee, Frenkie de Jong. Zou je geen voetbalvrouwtje worden? Nee. Nee? En als Christine ook. Cristiano Ronaldo. Ja, en die zegt, hola, mami. Maar stel je voor. Nee, voetballers zijn niet mijn team. Nee? Nee. Okay. En ik val niet op blond, hè? Je valt niet op blond? Nee. Oké, Frenkie, dus geen Frenkie Dion? Nee, geen Frenkie voor mij. Nee. Macy. Ik heb dit niet verstonden. Nee, zo. Goeie foto van hem ook, hè? Zo, hij is echt nu. Hij is kast toe geworden, man. Ja, niet normaal. Meer kast toe dan ik op dit moment, man. Maar kijk, jij hebt ook die flinke tricep, ik weet niet, hoor. Dat is een ontsteking, hè, zie je dat? Heb ik ook die tricep? Ja. Ik ken Mees ook. Ik vind Mees een geweldig gast, kan lachen. Maar hij is ook niet helemaal mijn type. Niet jouw type? Nee. Kan? Maar hij ziet echt niet normaal. Ja, toch? Hij is echt, hij echt een knappe gast ook. Ja, maar ik zeker, man. En zeker sinds hij zoveel is afgevallen. Ja? Heel goed. En wat ik je zeg, man. Hij motiveert mij ook weer gewoon. Ja? Ja, natuurlijk. Ik ben ook gewoon veel bezig. En er zijn weinig mensen eigenlijk in onze... Ik ken meest de dikste waren, zeg maar. Ja. We zijn nu bezig met... Met beide, ja. En jullie doen het fantastisch. Echt zwaar respect. Dankjewel. Nee, Mees. Goeie gozer. Ja. Geen date. Geen date voor Mees. Nee. Rico Verhoeven. Wacht. Rico. Voordat je hier iets gaat zeggen. Dit is ook volgens mij zo'n man waar elke vrouw op valt. Groot, gespierd. Ja, en hij is ook nog een beetje zachtaardig. Ja. Ik heb zijn docu wel gezien. En toen heeft hij mijn hart wel een beetje gestolen, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is toch een hartstikke knappe gast. Ja, ik zie dat zelf niet. Ik vind de meeste gasten niet echt knap. Maar... Nee, maar kijk, weet je wat het ook is? Het maakt ook iemand heel aantrekkelijk als iemand ergens goed is of heel gepassioneerd is. En dat is hij in zijn boxen natuurlijk. Ja, ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. Of ik mezelf met hem zie eindigen. Nee. Nee, dat niet. Dat is geen date. Nee. Nee? Definitief. Je kan nu nog het antwoord veranderen. Hij is right. Nou, misschien hij mag een poging maken. Een pogingetje wagen. Oké. Okay. Oh, denk wel onze grootste, een van de grootste zangers die we hebben gehad in Nederland. Ja, Frenna. Afgelopen jaren. Ik heb genoeg nummertjes. Genoeg nummertjes. Dus je houdt al van zijn muziek. Ja. Dat kan ook al. Dat is hard. Dat kan invloed maken op de keuze. Want vaak, als je iemand zijn muziek leuk vindt, hij hoeft niet altijd per se knap te vinden, maar het kan wel meewerken. Kan meewerken. Werkt niet mee. Nee. Ik zou hem niet daten. Zou niet daten. Nee. Doe een lekker mix. Dit is een heerlijk mixie. Maar
Nee, dat is niet helemaal mijn type. Ik weet niet, ik ben best wel specifiek in wat ja. waar ik op aanga. Oké, okay. ja. Dus Freda niet. Wat vind jij nou echt bij mij passen dan? Chocmo. Hey, dit doe je alleen maar. Hoeveel betaalt hij jou? Nee, dat is liefde. Hij betaalt met liefde. Don Kaaklijn. Ik ken hem niet. Nee? Nee. Pit streamer? Ja, ik heb één keer zijn naam gehoord door Roy. Ja? Maar verder niet, maar dat is ook niet helemaal mijn type. Niet jouw type? Nee, ik zou er niet mee gaan doen. Nee? Nee. Zie je wel een keertje gezellig streamen? Ja, waarom niet? Waarom niet? Iemand die je gewoon echt niet leuk vindt. Die maakt ook nog met zijn innerlijke kans. Als ik echt met een hele knappe gast op date ben. Ja. En hij doet bepaalde dingen. Ik let best wel op wat dingen. Dan knap ik heel snel af. Oké, okay, wat dus zo knap zijn als wat. Wat is een afknapper? Wat is een afknapper? Jij gaat met de... ik vind gewoon... Mannen, boys, let op ja. Let op. Zie je Marijn ooit op het terras? Let op. Ik vind dat mannen gewoon heel erg manieren moeten hebben naar vrouwen. Dus ik zou het zelf heel graag willen dat een man toch wel mij eerst wijn inschenkt of ja? eerst mij laat etiketten. Bestellen. Ja, dat vind ik heel charmant. En als hij heel netjes is tegenover andere mensen in onze omgeving. Dus heel sociaal zijn, goed oplettend. Gewoon netjes. Luisteren naar de vrouw. Ja. Iets wat eigenlijk elke vrouw wil gewoon. Ja, ja, maar dat is veel, maar weinig mannen doen dit, hè? Dat wel, maar kijk, ik ben het deels met je eens, maar als wij naar een terras gaan, ja, ik hoef toch godverdomme niet heel jouw stoel naar achteren te trekken, zodat jij kan zitten dat, en dan weer... Dat hoeft ook zeker niet. Oeh, onze JJ. JJ Bossen. Onze J. Oh, ik vind JJ heel erg leuk. Ja? Hij heeft ook mooie ogen, hè? Ja, ja. Ja, en ik heb... ik ken JJ wel een beetje. Ik vind het leuke gast. Ik heb hem heel beter gedaan. Qua innerlijk zou ik hem wel willen leren kennen. Ja. Ja. Jay geeft op dit moment hoop aan alle kale mannen. Dankjewel. Ja. Jay heeft dit nu gedaan. Jay? Als je kaal bent, ben je nog niet af. Nee, zeker niet. Dat kan je echt ook rocken, hoor. Ja, dat Jay, staat hem toch echt goed, Jay staat, dat kale? Staat hem echt goed. Ja, heeft een goed rond hoofd, ook. Ja, toch? Dus, ja. Maar dus, de hoofd moet wel goed rond zijn. Nou ja, het is wel mooi als je schedel ook mooi is, hè, als ja, je kaal bent. Nou, daar kan je weinig aan doen meestal. Als je het verstoppen met een petje en zo. Hey! Hey! Mijn hoofd is ook rond. Nee, jij hebt een mooi hoofd ook. Je hebt een mooi kaal hoofd. Dankjewel. Ja. Dat waardeer ik. Ja. Ik mis wel nog steeds mijn haar, maar ik waardeer het. Anton! Anton! Hey, Anton is... Ken je Anton? Niet persoonlijk. Maar ik weet wel dat hij een soort van... Alle vrouwen staan voor hem te gillen. Ja? Ja, absoluut. En staat Marijn ook te gillen? Nee, ik zou niet met hem op date. Nee? Nee. Is geen... Ja, een hele knappe jongen, maar ik ben niet zo van het mega kak. En ik vind hem een beetje kak. Ja? Beetje, ik weet niet of hij dat persoonlijk is, maar... hij straalt het uit. Ja, het is niet mijn type waar ik op val. Ja, ik weet wel dat meiden helemaal weg zijn van meiden Anton. En dat snap ik, want het is een hele knappe gast. We grijpen niet verkeerd, maar... Nu. Maar hij zou wel zeg maar ineens gewoon in een invalshoek, bam, zo erin kunnen springen. Dat je denkt, oké, weet je wel, toch wel. Dat kan, maar dan moet hij me verbazen met zijn wijntje bij mijn eerste. Ja, toch, dat is belangrijk. Bij jou de wijntje niet... als je dat opfokt, dan ben je gewoon weg. Ja. Dan denk je Marijn aan de haak te geslagen hebben. Schenk eerst voor jezelf in. Ja, godverdomme, is het klaar. Weer weg. Ronnie Flex. Lekker mixje. Lekker mixje. Ik vind Ronnie ook wel echt heel zo warm hart altijd overkomen. Wel een lieve jongen. Heel goed in het ding wat hij doet. Ook heel goed. Dat is super aantrekkelijk. Zou ik hem daten? Mag een spannend muziek. Mag een spannend, heel spannend muziek, Ennis. Zou ik hem daten? Vroeger wel, nu denk ik. Nee? Waar had je vroeger posters van Ronnie Flex op je kamer? Nee, maar ik zing wel alles gewoon mee, hoor. Ja? Ja. En ik vind hem, hij is een knappe gast. Maar ik vind, ik zou niet met zo'n levensstijl om kunnen gaan. Oh, oké. Okay. Wat is nog meer een afknapper? Wat moet iemand doen waardoor je denkt van, nee, je hebt nu echt alles verpest? Ik had laatst met iemand, daar sprak ik gezellig mee. En toen vroeg hij of ik zijn vriend wou promoten in mijn story. Oeh. Ja, dat hij muziek maakt. Ik zei, spijt me zeer, maar dit vind ik zo onhandig. Ja? Oh, zo dan. Ik zeg je eerlijk, hij was wel echt een mattie. Want hij wil zijn mattie bij jou willen promoten. Absoluut. En dat is heel lief. Maar dan, als ik iemand heel leuk vind, dan doe ik dat aan mezelf wel. Ja. Dan ga je niet om vragen. Dat vind ik een beetje... Dus hij heeft eigenlijk heel de settling misschien gewoon opgevoed. Ja. Puur omdat hij vroeg, kan je een liedje promoten. Zo, dat is ook zuur, maat. Als je op dit moment kijkt, dat is zuur. Ja, want ik was wel in de band van. Ik vond hem wel aantrekkelijk. Ja? Ja. Maar kan hij toch wel recht trekken? Nee, want wat ik ook heel onaantrekkelijk... heb ik ook tegen hem gezegd, als iemand heel laks is, iemand geen discipline heeft, dan ben ik al klaar. Dan ben je... Toch? Dat is toch niet aantrekkelijk? Oké, en dat vond je ook al een beetje. Dat is een enorme afknapper. En dat in combinatie met... Maar hij was in principe niet laks. Hij speelde manager van zijn vriend die zijn nummer overvoerde. Dat heeft hij goed gedaan, maar als hij de rest niet manage, dan is het klaar. Oh, zo. Je bent wel streng. Stefan. Dit is ook wel een jongen die geliefd is bij de dames, toch? Stefan. Elke vriendin die van mij, die hem in het echt leert kennen... Die zegt wauw. Ja? Wat een knappe gast. Maar elke vriendin van mij. Hij is ook dingen geweest, hè? Model? Ja, maar hij is ook heel knap. Hij heeft een mooie lijn in zijn gezicht. Ik vind Stefan echt een geweldige gast. Ik zou alleen nooit met hem daten. Nee? Ik val niet op blond. Maar
toch gewoon... Hij kan zelfs een afro nemen als hij wil. Alles kan deze tijd. Klopt, maar nee. En misschien identificeert hij zich niet als blond. Ho eens even. Misschien Oh shit, nu gaan we heel ver. Oké, laat mij het gewoon op blond afkappen, zeg maar. Ook echt een leuke guy, man. Leuk karakter. Ook, heel zeg maar. Leuk. Ja. Maar dan toch gek, hè? Hoe leuk iemand dan ook kan zijn. Dat je dan niet de drang hebt om daar echt mee te daten. Ja, ja. En dat bij vrouwen sowieso iets ingewikkelder is dan bij mannen. Ja. En dat mannen wel heel snel daten. Wat simpeler. Ja. We hebben een trilogie nodig. Ja. We hebben wijn drinken, kan je niet doen. Nee, nee. Dus het gaat meer om het principe dat je mij als eerste laat inschenken. Oké. Okay. Ik nog doe het zelf ook, hè. Als ik inschenk, drink ik altijd eerst bij mij. Etiketten. Ja. Wat dingen over geleerd. Ja. Wat is nog meer een afknapper? Laks zijn. Oké, laten we... Onhygiënisch zijn. Ook. Ik heb nog wel een vraag. Stel je voor, je gaat met iemand op date. Hij eet het toch vaak. Stel je voor dat iemand zeg maar best wel onbeschoft eet. Dat hij gewoon echt naar binnen aan het rammen is. Ja, dan ben ik ook wel klaar. Ja, klaar. Zo, dan zou je met mij klaar zijn. Nee, maar het hangt er ook vanaf hoe, hè. Als iemand zegt zo, ik kan echt niet netjes eten. En dan het wel probeert. Is het anders dan... Nee, maar ik ben gewoon bang dat iemand van mijn bord steelt, zeg maar. Ik gooi alles. Jij zit gewoon zo. Ik zit gewoon zo. Get the fuck out of here. Nee. Marijn, het zit er weer op. Yo, ik vond het fantastisch. Ja, toch? Ja. Dit was het weer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo ja, vergeet niet te liken, te subscriben. Check ook Marijn op de socials. Alles staat in de beschrijving. Ik hou van jullie. Later. Skull.